Oké, mensen, laat een hashtag achter. Hashtag nee, Milo. Nee, nee. Kijk, weet je wat Milo is zo slecht. What the fuck? Yo, mensen. Ben je op zoek naar de goedkoopste Nederlandse 4x15 coins? Ga naar vivacoinskopen.nl. Link staat natuurlijk in de beschrijving. En gebruik de code... DM. Voor korting op je coins. Hallo, mensen. Hallo, mensen. Koen van Oppensnel met... Hallo, mensen. Koen van Oppensnel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik weer een nieuwe aflevering van FC... voor jullie. En oh, mijn shirt zit nog steeds in de was. Oh, het is wel dagen. Een week verder of zo. En ik heb ook toevallig hetzelfde shirt aan. Ik hoop het is mogelijk. Nee, joh. Bij mij is het wel anders. Nu is er nu een bingo-apparaat bij mij. Oh ja, ja. Dat heeft een week geduurd om dat te kopen en af te leveren, ja, toch? Ja. In ieder geval, mensen, als we weer de 1500 likes hebben, dan zou het super awesome zijn. En we gaan nu het allereerste potje spelen, want Raoul gaat nu zoeken. Doe maar een toppetje. En een briezer aan. Een ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. En wist je dat bijen? Van die honing bijna, die kun je maar één keer prikken en ze zijn zo meteen dood. Ja, hommels ook. Ja, dat lachen toch? Ja, nee, waarom zou je een godsnaam prikken? Kijk, dat zou je misschien prikken als je bijna dood gaat. Maar ja, je bent dan toch dood als je prikt. Ja, het is ook niet zo dat iemand anders dood gaat vanwege dat prikken. Oké, kom op jongens. Zo, dat weten zij toch niet? Nee, want zij zijn toch dood. Misschien denken ze ook wel dat je dood gaat dan. Ja, nou, tenzij als, zeg maar... Oh, wat is het lekkere bijenverhaal. Lekker. Hij stond toch voor, grap? Nee. Milo, dat was ik dus niet, hè? Nee, weet ik, maar ik kon toch niet jouw kant op? Nee, maar Milo weet dat niet. Stond. Pas hem nou gewoon, grap! Okay. Oh, lekker. Kijk hoe de keeper kijkt. Kijk, de keeper. Kijk, de keeper. Echt geen nee. Kan hij niks aan doen, hè? Kan hij niks. Als hij Milo is, kan hij niks aan doen. Ja, hier kan hij wel aan doen, want hij is. Nee, hier, hij dacht gewoon dat hij het langzaam ging. Ja, nee, maar dat kon hij niet. Hier kon dat niet. Maar die van mij wel. Dat is de vorige aflevering. Link in de beschrijving. Mark. Jongen. Ik wil je even complimenteren met het feit dat hier zo'n mooie masturbeersfeer hangt. ik vind het prettig. Ja. Vind ik fijn. Bij jou in de woonkamer hangt het ook, natuurlijk ook zo'n sfeer met Hansie. Ik heb nog steeds altijd trauma's van die ene keer dat ik binnenkwam op Mars gegaan, want ik deze Mars helemaal omgedoopt in azijn. Gewoon helemaal op zijn stoel zat zitten. En ja, daar heb ik nog steeds trauma's van. Oh, wat een goal! Hij is zo slecht. De keeper, ik kan het. Ja, echt wel slecht van de keeper. Holy shit. Milo Binike was gewoon een goede goal. Een prima goaltje, was gewoon een prima goaltje. Hoppa, weer een assistje erbij. Pets, heerlijk schot. Ik ga voor de voorzet, Normaal niet. Jawel. Ik zei het toch. Milo is zo shit, ouwe. Ik wil hem even aan Mark geven. Hoe kan iemand zo slecht zijn als Milo? Gun hem aan Mark, grap. En Mark verpest nou wel weer. Ja, Mark, jij trapt hem over de achterlijn hoor. Toe. Ja, kijk, maar ik heb even de replay zo. Toa, de blub, curse. Links! Schiet dan, gaan we ook. Nou, Milo. Dit gaat prima. Raoul gaat rechts. Raoul, dan niet joh. Ja, ik kan toch niet naar rechts, dan kan ik toch niet ooit bijblenen. Dan ga ik opeens helemaal... Oh, wat een paas. Wat betekent blenen? Lekker, en Milo was er niet in, Ja, maar ik gaf die opening naar Koen, volgens mij vroeg naar Mark. De opening naar Koen. Kijk, zit je in de replay? Dat dacht ik ook niet. Dus je hebt niks met het goal te maken. Lekker jongens, goed gedaan. Behalve prima Milo. Goal dit. Ik tramp hem. Oh jongen, incapabel ventje. Jezus Christus. Ja, het is wel leuk om hem te missen. Wel, Mark naar mij. Voorzet. Oh. Nee! Ja, ik had maar jij mag gewoon niet scoren hoor, fuck you. Oh, hij was sowieso naast me. Ja, zo! Hier, rechts. Huh? Okay. Een kwartier. Ja, bro! Hey! Dit is nasty, joh. Ah, dit is wel kut. Ja, maar nu is het chill, ik kan mezelf. What the fuck, gaf. Keeper nou weer? Komt oh, Mark. Weer. Mark! Ik ga nu lieven. Maar dat is een prank. Mark, dat is toch leuk, joh? Mark, joh. Nee, zolang Milo de bal niet diep in één keer eroverheen. Mark, jongen, pas binnen de voet van de keeper gaat hij weer. Dan gaat hij gewoon weer. Hij gaat gewoon weer scoren. Mark! Mark! No stress. Mark, heb je echt down? Durft hij ook pas te zeggen als er echt geen stress meer is. Als de bal, als het al lang in doeltrap is. Oh, easy win. Hoppa, ik zei dat goed koppen. Oké, Milo. Wash and learn. Oh, lekker. Oh, Milo is zo slecht. Oké, mensen, laat een hashtag achter. Hashtag Nee. Milo is zo slecht. What the fuck? Zo kijk de hele dag beneden! Zet de tering erin! Wat de fuck? What the fuck? Wat doe je, jongen? Oh, jongen, oké. Ja, is goed, jongen. Oh, mijn vader kwam binnen, jongen. Helemaal wild. Ik zat net mijn strakke lijn te checken. Oh,
Dit is echt de beste. Dit wordt de beste video ooit. Echt ook gewoon vol in de camera. Echt waar? Ja, echt vol. Lekker hoor. Ik dacht eerst dat het de broer van Marcos of zo. Ja, nee, hij mist waarschijnlijk toch. Oh, die wordt niet van de lijst. Ja, ja, lekker. Oh mijn god. Miste je nou serieus? Oh mijn god. Mark. Miste je nou serieus? Mark. Je kan lachen, maar van binnen hel je. Oh man. Ja! Oh ja, oh. Ja, Koen kijkt dit soort ballen. Ja, wat is het nou weer? Ah, dankjewel Koen, dankjewel. Vingertje. Maar ik leer het je. Hansie, gaan. Oh, mijn vader is zo'n baas dat hij dat gewoon doet. Nou, hij was zo wild, jongen. Hij was echt een beetje boos, als hij. Ja, echt, Hansie goes wild. Ja, maar ook echt, elke vader die boos wordt, die schreeuwt gewoon naar je. En Hansie komt gewoon in je camera, die gaat helemaal geen doen. Hij weet gewoon hoe hij jou moet worden. Wist Hansie dat je aan het opnemen was? Ja, vast wel. Ja, tuurlijk. Je schreeuwt niet zo als je niks aan het doen bent. Ons tegenstander. Kijk dan. Serieus te nemen dit. Morgen al. Hey! Okay. We hebben ze eindelijk zelf een goal, dan geven ze op. Oké, mensen. Eerste potje gewonnen. Nu gaan we door naar het tweede potje. Ja. Maar Milo. Oh, een boeis. Ja. Oh, een paas. Ja, wat doe je nou? Een kutbal. Die was perfect. Wat een kutbal, zegt hij. Echt. Nee, het was echt een kutbal. Wat kon ik anders? Op welke manier kon ik hem anders geven? Dan moet ik hem gewoon... Hij was echt heel goed. Ik vond het gewoon een kutbal. Op welke manier had je hem anders willen hebben? Jij deed fout. Tuurlijk is het dan een kutbal. Ja, het is gewoon Milo's fout. Nee. Laten we dat veranderen. Mark's fout. Ja, dat is wel Mark's fout. Ja, je hebt gelijk. Okay. Ja, okay. Ja. Waarom sta ik daar? Ik ben spits. Wie staat er? Ja, omdat Milo in de spits staat. Hoezo? Nou, ja, kijk, komt hij weer. Dat een of andere challenge. Hey, ref! Ik val Hansie weer binnen. Ik zat altijd na te denken. Ja. Ik luister even of het trapje alweer klonk. Ah, mooie paas, Mark. Thanks. Okay, kom maar. Nou, je mag... dat is vast heel overdreven. Nee, dat is gewoon niet overdreven. Alleen, na 11 uur is het officieel verboden. Mooi. Oh. Mark. Nee. Hey, zit. Mark. Niet dankzij mij. Wat beter ook een ongelofelijke smikkelbeer. Heerlijk. Ik heb gewoon de meeste goals gescoord uit de aflevering. Ja, ja, en je hebt er maar liefst 0 zelf gekeerd. Dat is waar. Ik heb goede hulp gekregen. Alleen dit was geen goal van jou, hè? Ja, nou, ik deed wel het belangrijkste. Nee, dat deed ik. Oh, jij schoot die bal op doel. Nee, jij schoot hem ook niet op doel. Wel. Nee. Je schoot hem tegen een verdediger aan. Ja. Je hoort Martina denken, wat? Dit wordt echt te moeilijk voor mij. Oké, nu. Ik hoorde Max zeggen, nee, natuurlijk geen buitenspel. Perfecte paasschap. Bam. Oh mijn god, heb je nou herpes? Je hebt herpes, hè? Ja, voor mij heb je herpes. Nee. Jongen. Sorry. Fuck sake. Kan je wel gaan proesten? Bruh. Overtreding ook van wie? Ja, weet ik ook niet. Volgens mij moeten jullie de verdediger meenamen in ieder geval. Wow! Kerel man! Oh! Wat? Volgens mij heeft Rob zijn vinger eraf gehakt. wie was het? Hey! Markie, Rob! Wow. Bij wie was dat geluid? En niet bij mij. Ja, dat waren de buren. Oh, ze hebben het nu wel eigenlijk een hond afgemaakt. Hoor iemand. Je kan nou zien, het is toch een mietje? Ah, dat is jammer. Echt een ongeluk. Geen commentaar. Waf, waf, waf. Hé, is Mark's hond. Hoetje. Nee, dat is je hond weer. Hoppa. Die is dood. Zo. Dood. Hoppakee. Wat een kutbal. En nou ben ik gewoon even eerlijk, hè, Mark. Ik ben gewoon eerlijk. Goed dat je het zegt. Ik wil dan niet alles boven doek of tafel steken. Hé, hey, Mark, ik ben even eerlijk. Ik walg van je. Ja, kijk, daar heb ik wat aan. Ik wil geen doeken of tafel steken. Consider this a threat. Ik steek liever met een mes. Kom op. Mark steekt zichzelf liever ook met een mes. Oh. Maar ik wil gewoon linksback lopen. Ik heb nog liever een tweede dat ik weet best linksback loop. Speeltuin fitty. Mark die springt op zaterdagavond voor een Intercity. Waarom gaat dit de hele tijd zo kut? Wow. Ja, dat dingetje van mijn microfoon die draait. Oh, mandje. Dacht ik dat ik een frustratie had. Nou mensen, we hebben gewonnen. Voor de kutpot. Juichen. Juichen. Oké, als ik het tellen af. Turn up for what? 3, 2, 1. Ja! Yeah.
Jezus, op de begrafenis van mijn oma. Hoor ik nou een baby? Hoor ik nou een baby? Ja, dat was Mark. Nee, dat was niet hier. En wie was dat? Bij mij niet. Ik denk bij mij in de speeltuin. Hé, hey, we hebben de cup! Oh. We hebben de cup, jongens! Cupie! Hey! Cupie! FC Plien. Wat een prachtig moment om af te sluiten. Mensen, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Alle linkjes van deze lekkere smikkelboeven staan in de beschrijving. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Gaat de link van de Hans ook in de beschrijving? Ah! What the fuck? Ah!